Dancing Pele Maas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. Het is tijd voor de tweede show van Dancing Pele Maas en het opdossen is weer begonnen. Ja, kijk, mijn haren zitten al goed, dus die zijn er al klaar voor. Maar zelf ben ik er ook al klaar voor, denk ik. Het glinstert mooi. Ja, dat klopt. Yes. Ben je niet gewend, denk ik zo? Ik ben het zo niet gewend. Meestal zitten ze heel lekker door elkaar en daar ben ik heel gelukkig. Maar hier moet ik aan wennen. Afgelopen weken hard getraind? Ja, eigenlijk die 6 weken hebben we best wel getraind. Tussendoor een pauze genomen, maar de laatste week hebben we toch wel de puntjes op de i gezet. Dus je bent er helemaal klaar voor samen met Truus? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dat moet lukken, dit. Ik sta hier naast Marcel. Marcel, jij komt uit Verkessel, zeg ik dat goed? Ja, dat is helemaal goed hoor. Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, ik denk het wel. Wat een goede generale vrijdag. En we gaan er met vertrouwen in. Ja. Ik sta naast Oscar. Jij vertegenwoordigt Grashoek. Oscar, hoe zit het met de zenuwen? Ja, die beginnen nou langzaam te komen, voel ik wel. Ja. Ben jij een ervaren danser of is dit helemaal nieuw voor jou? Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik heb het wel eens heel vroeger gedaan, maar toen was het nog beginnerscursusje. Maar dat is misschien al wel 30 jaar geleden. Dus, maar helemaal out of the box, we zullen het zien. Dus flink met Judith aan de bak gegaan de afgelopen weken? Ja, inderdaad, klopt. Ja. Is Judith streng? Nou, op sommige punten wel, ja. Ja, het moet wel een beetje perfect zijn. Dat hoor ik graag. Ja. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat jij ook de laatste tijd wel wat kunststukken... Ja, helaas wel, ja. Ja, ik heb inderdaad 2 kunstknieën en een kunstheup. En wat pijnstillers pakken, dan lukt het wel. En ik, af en toe knakt het een beetje, maar ja, dat nemen we dan maar voor lief. Het is leuk om dit een keer mee te maken. Ja. Super, nou heel veel succes en vooral veel plezier. Ja, het zal wel goed komen. Hé hey Charlotte, hoe voelt het nu zo, dat gefriemel en frummel? Nou, heel raar. Op zich vind ik het niet erg als mensen aan mijn haar zitten. Maar mijn haren staan niet altijd heel erg mee eens. Dus we zullen zien. Dat is een uitdaging, maar het is ook wel mooi als je straks het resultaat ziet, denk ik. Ja, precies. Ik heb ook het grootste vertrouwen in Fleur. Dus, Jij mag gaan dansen met Ruud uit Waarlo. Ja, inderdaad. Hoe is het afgelopen week gegaan met trainen? Heel goed. Elke keer op zondagmorgen stonden we nog goed te oefenen. En maandagavond, dus we hebben flink wat geoefend. En ben je ook streng voor hem geweest of was dat niet nodig? Weet je wel. hij heeft huiswerk van mij gekregen, maar heeft hij ook elke keer goed gemaakt, goed geoefend. Dus hij moest thuis aan de aanrecht de pasjes oefenen? Ja, hij mocht bij tandenpoetsen cha-cha passen oefenen en bij het afwassen. En overal waar hij heel weinig plek had, daar mocht hij gaan cha-cha. Ja. Ik sta naast Ricardo uit Pallingen. Ricardo, ik moest je net even daar wegtrekken. Wat was je aan het doen? Ja, we moesten nog even de laatste pasjes doornemen na de generale repetitie. Was je nog niet tevreden? Nee, er waren toch wel een paar dingetjes die normaal goed gaan. En dan onder de spotlight gaat het toch in één keer anders. Dus dan moesten we nog even de puntjes op de i zetten. Even fine-tune. Nou, ik moet echt zeggen, eerlijk, ik vond het er al heel professioneel uitzien. Nou, dankjewel. Het voelde nog niet zo, maar ja, we gaan voor het best mogelijke. En vooral genieten. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Ruud, we hebben net een generale repetitie gehad. Ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden. Zenuwen speelden wel weer een beetje op. Maar dat heeft me uiteindelijk niet genekt. En ik denk dat we hebben kunnen laten zien wat we graag willen zien. Dus dat geeft wel vertrouwen. Absoluut. Ik vond het er al heel swingend uitzien. Ja, nou gelukkig. Ik hoop dat straks meer mensen gaan zeggen. Hè, maar ja, gelukkig dat jij dat zo vindt. Dat vind ik heel fijn. Ja. En straks met het publiek word je natuurlijk nog meer... Ja, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat voelt. Want dit voelt alweer heel anders dan waar we geoefend hebben. Ja. En straks zit er natuurlijk publiek bij, dus dan is het weer anders. En kijken hoe we daarop op reageren. Maar ik hoop dat we het enthousiasme wat we zelf willen uitstralen, dat publiek, dat we dat daar mee kunnen nemen. We worden helemaal opgezweept. Dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, goed. Ik denk dat deze dag kan sowieso niet meer kapot. Dus we hebben er heel veel zin in. Ik sta naast Monique Koopmans, een van de juryleden, afkomstig uit Meijel. Monique,
Heb je er zin in? Ja, echt mega veel zin in. Ik heb net bij de repetities gezeten en ik zat al op mijn puntje van mijn stoel. Dus dadelijk met alle kostuums erbij, dan wordt het helemaal een feestje volgens mij. Dus ik kijk er al naar uit. Want dans is voor jou al je hele leven heel belangrijk. Kun je uitleggen wat dans voor jou betekent? Ja, dansen is echt een passie. En dansen, ja, dat doe je met gevoel. Een en al gevoel. En omdat ik jaren in een show dansgroep heb gezeten, ja, heb ik dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ik ben er nu alweer een tijdje uit. Maar dansen heeft me nog nooit, laat me nooit meer los. Dus dat blijft altijd iets van mij. Ja. En als je die paren zo enthousiast ziet, dan begint het wel weer te kriebelen, of niet? Ja, helemaal. Dan begint het echt te kriebelen. Ja, ja, superleuk. Yvonne, de partner van Leon. En vindt hij het spannend? Heeft hij zenuwen? Ja, ik heb ook een klein beetje zenuwen. Maar we hebben hartstikke veel. Leon heeft hartstikke veel supporters bij zich. Dus we hopen dat hij het goed gaat doen vandaag. Komt zeker goed met al die supporters. Ja, zeker weten. Dus we gaan op naar een mooie middag met z'n allen. Heb je nog contact met Leon gehad na de generalen? Ja, we hebben nog eventjes net geappt. Ja, dus. En heeft u er vertrouwen in? Ik hoop het. Ja, ik ga er helemaal vanuit dat het goed komt vandaag. Je ziet eruit om door een ringetje halen, Yvonne. Ja, nou, ik laat me verrassen, hè. Dus. Ga ervan genieten en goed juichen, hè. Ja, gaan we doen. Zeker weten. Dankjewel. Jullie ook. Succes. Dankjewel. Nee, blijf maar lekker zitten, hè. Want ik zit hier naast de vrouw van Oscar uit Grashoek. En had je er zin in vanmorgen? Ja, je had er wel echt zin in, ja. Ja, hij wacht er al heel lang op. En vind jij het ook spannend? Ik vind het spannender dan dat hij het vindt, ja. Ja. En heb je hem wel zien oefenen afgelopen weken, thuis ook? Ja, thuis heeft hij geoefend en de filmpjes heb ik kunnen bekijken. Ziet er toch al heel goed uit? Ja, het ziet er heel goed uit, ja. Ja. Heel swingend? Ja, heel swingend, gelukkig wel, ja. Jullie zitten goed dichtbij, dus ze kunnen hem heel goed aanmoedigen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Veel plezier. Dank je. Ik sta hier bij familie en vrienden van Corita. En hoe is het met de spanning hier op de tribune? Nou, ik zit er wel relaxed bij van deze kant op. Hoe denk je dat nu bij Corita is? Dat weet ik. Nou, over het algemeen is ze wel redelijk ontspannen. Maar ze zal toch wel wat spanning hebben. Heb je haar een beetje gevolgd de afgelopen weken? Een beetje, ja. Ja. En hoe vind je dat ze doet? Nou, altijd geweldig. Ze doet het goed of ze doet het niet. Ja, met heel veel enthousiasme. Ja, zeker weten. Ja, had er flink geoefend, hoorde ik thuis van de kinderen. Dus komt helemaal goed. Joanna, straks was het nog even heel spannend, want we missen nog iemand. Ja, klopt, maar hij is gearriveerd. Je bent er? Ik ben er. Ik ben super blij mee dat ik hier mag bij je zijn. Dus ja. Fijn dat je er bent. Waar moest je vandaan komen? Ja, ik moest eigenlijk vandaag hier helemaal uit Alkmaar komen. Ja. Dus het was echt heel lang, maar ik heb veel zin in. Ja. We gaan een leuke dansje maken zo meteen. En we hebben heel veel zin in. Goed zo, dat horen we graag. Nou, jullie willen nog even oefenen, dus ik zal niet langer storen. Heel snel, tot zometeen. Ja, vorige week hebben we natuurlijk de eerste vijf paren gezien. Hebben ze de punten gekregen en deze week gaan weer zes andere paren proberen nog meer punten te behalen. Maar er werden aardig wat punten gegeven vorige week. Het vloog om de oren, hoor. Move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're
Naast Oscar en Judith, Oscar uit Grashoek. Oscar, hoe was dat nou, jouw eerste optreden hier bij Dancing Pelemaas? Ja, spannend, maar ontzettend leuk. Ja. En dan ook nog eens gewaardeerd worden met zo'n mooie punten van de jury. Ja, dat was helemaal de kersen op de taart. Zeker met wat we ervoor hebben moeten doen. De tijd dat we nog allebei op vakantie zijn geweest. Ja, dan is dit toch een knappe prestatie, vind ik. Helemaal mee eens. Nu weer aan de bak voor de volgende dans, Judith. Hebben jullie al een dans in gedachten? Niet verklappen, maar... Jazeker, we zijn stiekem al een heel klein beetje begonnen. Maar ja, de choreo moet wel nog verder afgemaakt worden. Dus het is nog een hele kluif. En wanneer gaan jullie weer aan de bak? Volgens mij woensdag, hè? Ja. Meteen weer door? Ja, meteen door, ja. Maar de lat is natuurlijk nu heel hoog neergelegd. Dus dat zal nog wel het een en ander gesleuteld moeten worden, denk ik. Ik zit naast Marcel en Cindy, die namens Kessel uitkomen. Marcel, hoe vond je het zo optreden? Nou ja, ik vond het heel erg spannend. Maar ook wel heel erg mooi in alle, ja, de entourage, het geluid, het licht, het publiek. Het geeft wel extra cachet in de zaak en het geeft extra energie als je bezig bent. Dus ja, het was wel een bijzondere ervaring. Je gaf net al aan, het ligt wel een beetje buiten je comfortzone. Nou, een beetje heel ver hoor. Dus ik moest een hele grote stap naar voren maken om dit te doen. Maar ja, geen moment spijt. Dus, en normaal heb je een doel en een reis. Maar de reis die is misschien nog wel mooier als het doel, moet ik zeggen. Ja. Mooi, mooi verwoord. En nu op naar de volgende ronde. Jullie gaan binnenkort weer trainen? Ja, komende dinsdag als de agenda toelaat, dan gaan we het oppakken, de tweede dans. 3 weken hebben we. We moeten bij nul beginnen, dus vol in de bak. Ik sta naast Leon uit Echel. Leon, hoe ging het hier voor de eerste keer op de dansvloer? Oh, ik moet zeggen dat het viel me niet tegen. Met de repetitie ging ik een beetje uit de maat. En toen met de echte opnames ging het heel goed. Maar alleen, ja, toen was die vloer heel glad. Ik leed bij iedere draai gingen de voetjes wel uit de lijn. Maar ik ben wel tevreden hiermee. Dus het zag er allemaal goed uit en ja, voor iedereen super. Hartstikke goede start. Hè? En hoe was het om voor zo'n publiek te dansen? Ik vond het repetitie moeilijker als voor het publiek. Ja, toen was het heel gespannen. Maar toen voor het publiek, toen was ik een beetje gelaten. Dus, kreeg je een beetje aanmoediging? Ja, wel gezonde spanning. Maar het was niet dat ik zei van wow, waar beginnen gaan. Maar, heel fijn. En nu moet je weer aan de bak voor de volgende ronde. Ja, dan gaan we de volgende, ja, we gaan weer ons best doen om bij de laatste 6 te komen. Zeker, je moet aan de bak en weet je al wanneer je weer de volgende training gepland hebt? Ja, ik ga dinsdag weer beginnen. Morgen rust, dinsdag pak ik het weer op en dan ja, kijken wat we gaan doen. En dan denk ik de volle bak eraan, want er zijn maar 4 weken. Ik sta naast Ruud uit Baarlo. Ruud, hoe kijk je terug op je eerste optreden tijdens Dancing Pelemaas? Nou, ik vond het echt een heel, heel leuk om mee te maken. En we hebben een hele leuke dans neer kunnen zetten. Er zaten wat schoonheidsfoutjes in, maar het was zonder meer echt geweldig om hier dit te mogen doen. Het plezier straalde er ook wel echt vanaf. Ja, ja goed. Dat is één ding wat je in ieder geval sowieso kunt doen. Laten zien dat je het plezier hebt. Dat is gewoon dat is vast één en de rest komt dan vanzelf. En nu moet je weer aan de bak, hè, voor de volgende ronde. Ja, nu gaan we weer heel hard oefenen voor de volgende ronde. Daar hebben we nog even een paar weekjes de tijd voor. Dat wordt wat krapjes, maar goed, met mijn dansman Charlotte, daar heb ik er alle vertrouwen in dat wij ook de volgende keer kunnen laten zien dat wij echt een hele leuke dans kunnen neerzetten. Je gaat jou er weer helemaal doorheen trekken. Absoluut, hè, dat is zeker nodig. Ze heeft er veel voor over en dat vind ik heel erg dapper en heel erg knap. En geweldig omdat ze dat doet. En dus aan mij om daar een hele goede invulling aan te geven.
Ricardo uit Panningen, de vuurdoop zit erop. Hoe voelde je hier op de dansvloer? Ja, het is onwennig natuurlijk, maar toen het helemaal af was, toen was ik heel opgelucht en heel blij dat het goed ging. Maar ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vond. Ja. Heb je dat vaker gedaan, zo optreden voor publiek? Ja, niet met dansen. Wel met sportdingetjes of zo, maar niet met dansen. Dus dit was wel echt buiten mijn comfortzone, maar ik vond het heel leuk. Ja. En meteen door naar die finale. Hoe gaaf is dat? Ja, super, super fijn natuurlijk. Dat is een hele geruststelling dat we zeker weten ook wat we kunnen gaan doen de volgende keer. Alleen ja, dat brengt de druk wel meteen naar een volgend niveau. Voert de druk weer op? Zeker weten, ja. Ja. Ik sta naast Maurice, oud deelnemer van Dansing Pillemaas 2019. En Maurice, jij voelt natuurlijk helemaal hoe de deelnemers zich nu moeten voelen. Ja, die eerste ronde van het dansen, dan is het in eerste instantie een stuk ontlading. Dan ga je kijken wat heb je verkeerd gedaan. Wat kan de volgende keer beter? Dan wordt het ook performance. Je kijkt echt naar je collega's. Want natuurlijk zijn we gunnen door elkaar. Maar iedereen wil winnen. Hè? Iedereen wil winnen. Tuurlijk. Ik had me eens streven. Maar dat was voor boven Barlo eindigen. Boven Frank. Helaas is me dat net niet gelukt. Net niet. Hoeveelste ben je geworden in 2019? Ik mocht vierde worden. Frank en Renate derde. En het gunstigste zelfs nog aan. Sjoerd, na 3 jaar was het dan weer eens zover. Dansing Pillemaas, hoe is het verlopen? Ja, hoe is het verlopen? De zaal zat rammetje vol. Meer dan 200 mensen kwamen gewoon kijken naar alle dansers, naar alles wat er gebeurde. En het was super gezellig en is door het hele PNM-team super hard gewerkt. Dus ik denk dat het goed is verlopen. Maar je vond het wel spannend, hè? Ik vond het heel spannend. Ja, ik was echt doodzenuwachtig omdat het gewoon... Ik wil gewoon presteren, ik wil gewoon dat het goed is en... Als ik het dan niet helemaal in de vingers heb van tevoren, dan kan ik daar super zenuwachtig van worden. Juist als je helemaal doorgetraind bent, dan is het niet meer zo spannend. Maar nu was het nog even weer... Was je niet af te zien, hoor. En nu weer op naar de volgende ronde. Ja, nu over 3 weken dan zijn we weer terug hier. Hè. Dan staan we hier weer om het volgende op te nemen, inderdaad. En ja, dat wordt ook weer spannend. En dan hebben we een dance-off en dan gaan we een finale doen. En ja, superleuk. Hebben we er wel zin in, hè? Ja, ik in ieder geval wel. En hoe was het voor jou zo achter de schermen overal een kijkje nemen? Ik krijg gewoon wedervraag. Ja, super tof. Leuk om overal mijn menu's tussendoor te komen en lekker de vragen, de soms irritante vragen te stellen. Ja, jij mag natuurlijk even lekker kritisch zijn, hè? Ja, kijk, wij zijn gewoon enthousiast, maar dan nog extra enthousiast. En jij bent de kritische noot vandaag natuurlijk. Ja. Natalia, waar is je jurk gebleven? Ja, ik ben niet meer leuk nu. Dan pak je mij hier backstage ergens in de omkleedruimtes. Ja, ik moest de smeuïge details van jou. Dit zijn wel smeuïge details, ja. Dus was het, net wat aan kunnen trekken. Was het hier tussen de heren in het kleedlokaal? Oh, die mannen kan ik wel aan, toch? Jawel, die kan ik wel aan. Die dansers, dat is lastiger. Ja, en de juryleden, dat is wel een dingetje, hè? Ja, hier worden allemaal briefjes onder de deur doorgestopt natuurlijk. Ja, dat moeten we wel in de gaten gaan houden. Dat moeten we in de gaten houden. Ja, dan trek ik aan de andere kant van het briefje en dan denken ze dat het René is of zo. Nee, maar ik ben dat dus, hè. Ik ben dat. Dus dat is wel een ding voor de volgende keer. Dan gaan we zeker in de gaten houden voor de volgende keer. Nou, nu even lekker even bijkomen en op naar de volgende ronde. Ja, zeker. En voor de volgende keer, dan weet René dat ook alvast, ik ga weer vragen of hij niet mee wil doen op de vloer. Ja. Goed idee. Ik doe met je mee. Jij doet mee, hè? Nou, top. Succes dadelijk nog met de rest. Dankjewel. Ik sta hier naast jurylid René. René, hoe was het om aan de jurytafel te zitten? Nou, voor een eerste keer Dansing Pillemaas was heel leuk, ja. Ja. Was je onder de indruk van de paren? Heel erg. Ik heb ze van tevoren gezien in de afleveringen. Ja. En wat ze... vandaag gepresteerd hebben, dat is echt ongekend. Ja, 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 ik ben heel tevreden. Mooi om te horen. Je weet ook wat ze voelen, want in 2019 stond je zelf op de dansvloer. Ja, dat klopt, ja. Ja, het was keihard werken en dat is... En dan hier te staan voor het publiek en televisie. Het was niet makkelijk, maar ik heb er wel van genoten. En je hebt het ook heel goed gedaan, toch? Ja, Sjaan heeft heel goed gedaan. Sjaan met Sjaan. Ja, 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 dat klopt. Ja. Ja. En nu op naar de volgende uitzending. Waar ga je dan nog meer op letten? Nou, ik denk in principe hetzelfde. Maar, want ik vind, en het blijft erbij, dat ik vind dat dansparen zichzelf moeten zijn op een vloer. Maakt niks uit wat voor een dans je uitvoert.
als je maar jezelf bent en lol en plezier hebt, dat is heel belangrijk voor mij. Het moet uit het hart komen. Laat het gaan en geniet ervan. En dan heb je mij. Voor nu, dankjewel. Dank jullie wel. En tot volgende week. Tot de volgende. Dancing Pelama's wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.